Hij kan zijn fucking... Het is een buikspreker hier. Man, het is een buikspreker. Who gives a shit wat hij zegt, als hij maar wat zegt. Dagelijks HD. Yo, dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je even kijkt naar het nieuwe Metro Last Light. Wij waren in de vorige aflevering, hadden we een poging gedaan om hier eigenlijk doorheen te glippen. Toen kwamen we erachter dat het eigenlijk moeilijker dan gepland was. Dus laten we gewoon nog een poging wagen en gewoon vervolgens mensjes doden en proberen gewoon te winnen. Ik denk dat dat best accuraat is. Wat? Waarom gooit hij daar nou weer een granaatje op? Doe dat eens niet. Ik zag het wel. Verdomme. Hier fucking granaatjes erop gooien. Kloothommel. Oh, hemeltje. Ik wil hem eigenlijk gewoon even een mapje verkopen. Knockout. Fuck you, bitch. Hup, licht uit. Open de deur. Het was toen ik volgens mij hem kapot schoot. Holy shit, een brandende man. Hij loopt op hem af. What the fuck? En oké, die fucking... Die stoten zijn hoofd. Oké, waar was dat poppetje hierboven? Oh, hier oh. Snel, licht uit, licht uit, licht uit, licht uit. Mooi zo. Want even kijken, daar verderop staat een poppetje en hier staat een poppetje. Knockout. What's up, bitch? Vuist tegen je oog. Of iets in die geest. Iets wat erop lijkt. Iets van die iets. Prip, prip. Oh, dat ben jij wel, joh. Ik dacht dat het geluid komt uit jou, maar je bewoog niet. Raar poppetje. Oké, vanaf boven kan ik eigenlijk die gastjes hier wel kapot schieten. In ieder geval die ene die hier in de verte staat. Oh, wacht, daar staat er ook een. Ze staan tegenover elkaar. Dus how about... Dus even kijken hoe we dit gaan doen, hoor. Zit hier een silencer op? No. Die shit is zodanig modified dat er gewoon geen dingetje op zit. Geen plaatje van bij is. Oké, ik dood ze dan nog eventjes niet. Want ik wil ook mijn kansen nou weer niet verspelen. Jij ziet er waardevol uit. Met je officiersmutsje. Haha. Oké, spulletjes. Dank u. Flink wat filtermateriaal. Oeh, die shitje. Dit breekt, man. Oké, hier rechts staat er ook nog eentje. Dat was het punt. Oké, anders ga ik maar gewoon vanaf beneden af en dan schiet ik ze gewoon allemaal dood. Yep, seems like a plan. Oh, wacht, waar is die ene man heen? Oh, hier. Knockout als jij... Oh, fuck it, ik prik je wel gewoon in je bil. Lol, nu lig je ook in het vuur. Get wrecked, nerd. Oké, pas op. Ik ben gewoon niet zichtbaar als ik naast een vlam loop. Dat is merkwaardig. Oké, how about... Knockout. Ik sla je gewoon allemaal knockout. En uiteindelijk zullen jullie gewoon sterven van verstikking. Dat is één verschrikkelijke dood. En dat is ook een manier waarop ik nooit dood zal willen gaan. Maar daarom laat ik het jullie ook eventjes doen. Oké. Zo. Let's move on. Oh, pas op. Ik ga wel naast jou even zitten als je het niet erg vindt. Ik noem jou Fredje. Want het Fredje is altijd een goede maat. Haha. Jij zag mij. En toen was je nokkie. Dus toen zag je me niet meer. Oh god, het is daar druk, joh. Zal ik er een granaatje in gooien of zo? Seems like a very good plan, indeed. Maar dan geen vlammetjes, want dat heeft totaal geen zin. Want ze hebben brandweerpakjes aan. So how about... Daar staan er twee. Oké. 3, 2, 1. Granaat. Woehoe. Knal. Dat was best succesvol, lijkt me. Waar is die andere? Er stond er hier links nog één. He did. Omdat ik ook gelijk 19 kogels in hem fucking doorboor. Dat betekent dat jullie niet met mij moeten sollen. Oké, ik ga hierboven wel even kijken. Wat? Oh, 1 minuut voor filter change. No problem, no problem. Wat is dit? Kogels. Oké, alles is in orde. Oeh, pas op. Ga niet in de vlammen lopen. Werkt de piano nog? Ah. Nou ja. Deze kant op. Oeh, pas op joh. Oké, dat betekent dat er dus geen terugweg meer is. Duidelijke taal. Oeh. Wil je dat even niet doen? Fuck. Even wat extra adem heb ik hiervoor nodig hoor. Ja? Stop daar eens mee. Fucking nare poppetjes. Fucking hell. Dat fucking beschieten hier. Stop daar eens mee. Ik vind het echt niet leuk. Jullie begroeten me totaal niet warm. Nou ja, technisch gezien wel. Hè? Met al die vlammen en dingetjes. Maar nou, dat ze zomaar op me gaan schieten, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Maar, wie ben ik nou, hè? Iedereen is anders opgevoed wat dat betreft. Blijkbaar vinden zij het heel erg normaal om mensen zo te begroeten. En ik zeg van nee. Laten we dat maar niet doen. Oeh, hemeltje, een plankje. Oké, poppetjes. Jullie zijn eigenlijk allemaal dood. Daar staat nog een mooi maskertje. Even kijken naar het maskertje. Ja, dat is een mooi maskertje. Ja, oké. Voor de rest ziet het er naar uit dat hier eigenlijk niks... Oh, ik stond in vuur en vlam of zoiets. Ik heb een gevoel dat ik door deze deur heen moet. En dan moet ik niet meer niezen. Ah, dat is zo... Intruder! Fuck you met je intruder! Stand still, or I slit her throat. Maar we staan niet stil. So. Shut up. Wat? Hij gooit hem fucking... Hoe is dat mogelijk? Why did you do that? Sorry, ik ben een beetje trigger happy. Ik weet geen eens of dat de bedoeling was. Is die... Fuck, nee. Oh my god. Waarom gingen we niet terug? Er was nog een masker. Oh, fuck. Fucking geef me een masker of zo. Oh my god. Hey, we leven. Duh. We won't survive this war, Artyom. No one will. I feel alone again, like when I was a girl and father was away on a mission. Mevrouw, uw bandje, hij flapt er bijna af. Dat betekent dat uw borst bijna, oké. Dat was, oké. De nips zijn zichtbaar. Nip was zichtbaar. Nip is zichtbaar. Nip is zichtbaar. Alarm. Zo, dat is ongemakkelijk. Touch me. Ja, we gaan... Ja, Nip is in beeld hoor. Ja, voor fuck's sake. Dat moet ik allemaal editen. Kutspel. Waarom laat je nou weer Nip zien? Fuck. Moet ik allemaal editen, want anders... Bla, copyright, of copyright. Copyright op een tepel. Nee, dan krijg je van die seksueel materiaal bullshit. En nou. Domme. You, Artyom, may go. While you, Anna, you have to stay some more. We need to finish treating your wound. Thank God. Ja, oké. Nou, ik ga er vandoor. Toedeledokie, guys. Oké. Waar moet ik naartoe? Wow. Die wordt even goed bewaakt. Oké, dit is blijkbaar een medisch centrum. Hallo jongens. Deze kant op? Nope. Ik ga wel achter jou aan, oké? Jij ziet eruit alsof je verstand van zaken hebt. Oké, hij ziet eruit alsof hij pijn van zaken heeft. Oké, deze kant op? Oeh. Hey man. Oké. Hey, dankjewel jongens. Nee, ik wil niet achter jou lopen. Jij loopt zo langzaam met die tyfusdoos in je handen. Nee joh, niks mee te maken. Heb ik überhaupt wel een masker op? Want iedereen heeft een maskertje op. Heb ik ook er eentje op? Kan ik deze kant op? Ebola? Ze hebben het over ebola. Guys, get the fuck out of the way. Oh, we worden schoongemaakt. Oké. Come on, mogen we doorlopen? Groen. Laat me niet fucking meedoen als een fucking lingo publiek deelnemer. Gewoon groen. Open de deur. Ah, groen. Oh, deze kant op. See you later, faggots. Heb jij leuke informatie? Nee. Heb jij leuke informatie? Nee. Nee. Wat is hier gaande? Mag ik er doorheen? Mag ik? Ik ben belangrijk. Ik ben het hoofdkarakter uit het spelletje. Oké. See you later, faggots. Ja, dan voel je je wel speciaal hoor, als je langs de rij mag lopen. Ik hoop dat er geen rellen nu gaan veroorzaakt worden door mij. Ik denk het wel. Oké, ik ga wel snel deze kant op en dan... Oh, wow. Wapens even stilhouden, oké? Het is een beetje onnodig om nou weer even trigger happy te worden. Oké, nu ben ik hier en nou wat? Oeh, kogels. Wat is dit? Is dit het vissersdorpje? Waar ik eerst was? Oh, godzijdank, ik kan rennen. Oeh. Oh. Oké. Alsof we verstoppertje aan het spelen zijn en hij zegt... Oh, hey man. Can't afford to waste time being sick now. The dark one we're looking for could really be the last one. We can't lose him. Let's go. Sorry, wat gebeurt daarboven? Oh, niks. But I have to go back for her insulin. She'll die without it. Yo, boys, I'm here. I can't let you go. The refugees sure were lucky. Oké, dat is pittig vervelend als ondertiteling door elkaar heen gaat. Wat is dit nou weer? Is door! Come on. Is dit de armory of zo? Ik heb wel weer wapentjes nodig eigenlijk. Ik ben bang dat ik mijn wapentjes namelijk kwijt ben. Ik heb een permit. Na. Ik mag door de deur heen. Come on. Faggot. I think you should stock up on filters and ammo. We probably won't have such a chance anytime soon after this. Oké. Even kijken, hoeveel 18 minuten heb ik op filters? Ja, whatever. Thanks bros. Ik kon geen filters hier kopen, maar ik heb 18 minuten aan filters, dus het zou voldoende moeten zijn, hoop ik. Mag ik deze? Mag ik hebben? Ja, maar ik wil... Oké. Vooruit. Open de poort! Niks aan de hand jongens, niet zo bekrompen doen. Oké, oh fuck ja. Mijn ding is stuk. Heb je nog een andere masker voor mij? Deze is een beetje stuk. War is as certain as the fall of night. Unless a miracle happens. Ja, ik kom al. Heb je nog een maskertje voor mij? Iemand anders? Een maskertje? Ja. Masker. Jij praat, maar je praat ook niet. Hoe is dat mogelijk? Hij kan zijn fucking... Het is een buikspreker hier. Man, dat is een buikspreker. Who gives a shit wat hij zegt, als hij maar wat zegt. Hij kan praten zonder zijn lippen te bewegen. Geweldig. Ik ga al, ik ga al. Piu, 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 piu. Jij bent geweldig. Ja, 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 ja. Oeh, wat is dit? Ah. Oké, ik moet een basketje hebben, een nieuwe. Heb jij een nieuwe? Masker, 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 masker. Oh shit, wat is dit voor windtunnel? Oké. Maar dit is wel een gekke windtunnel hoor. Kunnen we die even uitzetten? Hè? Oh, nu gaat hij sneller. Oh nee, 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 oké. Ik doe de volgende. Mag ik de volgende doen? Damn it. Ja, ik ben failed. Come on. Kom eens door, man. Deze staat ook stil, maar ik ben bang dat hij bij jou gaat bewegen en dat er dan een stresssituatie veroorzaakt. Nou, geen eens. Oké, dus alleen de donkere moeten we vinden. Prima, Jima. Tering, ik kan mijn metertje niet zien als dit fucking krakje in het glas zit. Potverdikke me. Wat is hier? Wat is daar? Wat is hier? Wat is dat? Oh, plaatjes. Oh, kogels. Ja, dat kan natuurlijk ook. Jij kan door dat heen lopen, maar ik neem dit paadje wel. Maar weet je wat? Er gaat gegarandeerd er iets gebeuren achter die deur. En dat wil ik laten zien in de volgende aflevering. Maar voor nu, ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je het leuke video, dan mag je dat zeer zeker belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende Metro Last Light. Elke maandag, woensdag en vrijdag om 8 uur 's avonds te vinden op Dagelijks HD. Tot de volgende keer.